Vroeger was het een buitenplaats, hadden rijke havenbaronnen hier hun buitenhuizen. En toen al gauw werd de haven te klein. Vervolgens is het eigenlijk helemaal afgegleden naar criminaliteit, drugsoverlast. En toen is de roemruchte geschiedenis van Katendrecht eigenlijk pas goed begonnen. Het is van Chinatown, havengebied, hoerenbuurt tot zeer gewild woonmilieu zoals het nu is. We staan bij de Rijnhavenbrug. Die is voor fietsers en voor voetgangers geschikt. En die verbindt de Wilhelminapier met Katendrecht. Die is nu zo'n 3 jaar klaar. En eigenlijk begon daarmee de versnelling van de ontwikkeling van Katendrecht. We proberen met de ontwikkeling van de Phoenix in een heel roemruchte wijk op een 100 jaar oud gebouw 100 jaar nieuwe toekomst toe te voegen. Door woningen, winkels, horeca en cultuur een plekje te geven. Nou, je ziet daar de Phoenix Food Factory staan. Daar Circus, Rotjeknor en daarachter Codarts. Die gaan dus over naar Phoenix 1. Want zo is het bedoeld. Phoenix 2 als proeftuin om 5 jaar lang de markt te maken, te verkennen hoe het hier is. Als het daar lukt, kun je over naar Phoenix 1. Zo'n 11 jaar geleden hebben we een visie geschreven om Katendrecht verder op de kaart te zetten. Die visie is in goede aarde gevallen. Dusdanig dat de gemeente Heijmans gevraagd heeft de ontwikkeling verder ter hand te nemen. Als je de Rijnhavenbrug afloopt, loop je dus naar het plein tussen de twee loodsen. Vroeger liep de loods daar gewoon door. Was het één hele lange loods van meer dan 360 meter. Na de oorlog is er een brand geweest en die heeft een gat geslagen. Pas toen is er eigenlijk sprake van 2 loodsen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de oude loods in stand te laten. En dat hebben we gedaan door eigenlijk door de oude loodsen heen een tafel te bouwen op nieuwe poten en op het tafelblad woningen. We zijn nu met de tweede tunnellaag bezig en er komen totaal 10 lagen aan deze zijde. Dus we zijn aan het begin van onze tunnelcyclus. We bouwen zo'n 3 woningen per dag op deze manier. Zullen wij nog even meegaan? Beneden wordt het gemaakt. En nu wordt dat in zijn geheel opgehesen, zodat je het boven alleen maar hoeft neer te leggen en aan te sluiten. Hoe bestaat het nou dit? Maar hoe kan dit nou? Links het oude gedeelte van de loods met het kenmerkende schuine dak. Hier komt Connie Jansen Dans met haar grote studio. Hier springen dus straks studenten van de hogeschool Circus Arts omhoog en omlaag. 85 meter is deze woning. Dat is toch schitterend dit. Het is een ongelooflijk idee dat je als ontwikkelaar kunt werken aan de contouren van morgen. Dat je echt bepaalt hoe zo'n stad er de komende 100 jaar uitziet. Want dat is wel de opgave. Niet een gebouw maken wat zeg maar na 50 jaar zijn waarde verliest. Maar eigenlijk na 100 jaar opnieuw 100 jaar toevoegen. Dat doen we bij de Phoenix.